Het is vandaag verkiezingsdag op Sint Eustatius. 2100 kiezers mogen daar vandaag hun stem uitbrengen voor de nieuwe eilandsraad. De stembussen zijn anderhalf uur open en ik sprak vanochtend met Marnix van Rij, de regeringscommissaris, over hoe zijn dag er vandaag uitziet en hoe bijzonder deze verkiezingen zijn. De eerste ook die in tijden van COVID-19 worden georganiseerd. Ik spreek met de regeringscommissaris op Sint Eustatius vandaag, want daar zijn verkiezingen. Marnix van Rij, welkom. Het is ochtend bij jou. De stembureaus zijn anderhalf uur geleden opengegaan. Waarom zijn er eigenlijk verkiezingen vandaag op Sint Eustatius? Ja, goedemiddag overigens, Pieter. Ja, vandaag zijn er verkiezingen op Sint Eustatius omdat we een bijzondere situatie hebben op Sint Eustatius. We hebben de wet herstel voorzieningen Sint Eustatius, die op 16 juli jongstleden is aangenomen door... die eerder was aangenomen in het parlement, maar van kracht geworden is op 16 juli. Dat is de opvolger van de wet, de tijdelijke wet taakverwaarlozing Sint Eustatius, die op 6 februari 2018 is aangenomen. Toen was ik zelf nog lid van de Eerste Kamer, ik was daarbij. Dat wetsvoorstel is toen op één dag zowel door de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen, wat vrij uitzonderlijk is. En dat was omdat de Nederlandse regering interveneerde hier op Sint Eustatius vanwege grote problemen die in het openbaar bestuur bestonden. Zowel aan de administratieve kant als ook in de lokale politiek. En dat was onder meer onderzocht door een commissie van wijzen. Nou, we zijn nu 2,5 jaar verder. We hebben dus die wet herstel voorzieningen Sint Eustatius. En die wet kent eigenlijk... Het doel van die wet is een gefaseerde groei naar de volledige democratie. Ja. En we gaan nu vandaag stap 1. Stap 1 is het houden van verkiezingen, zodat er een eilandsraad gekozen wordt, bestaande uit 5 leden. Hoeveel mensen mogen stemmen op Sint Eustatius? Ja, dat is ongeveer ruim 2100. Oké, okay. We zijn anderhalf uur nu aan de slag. En heb je al een percentage van mensen die gestemd heeft? Ja, vers van de pers, net gekregen, bijna 8% opgekomen in de eerste half uur. Ja. Maar dat is een hele belangrijke stap vandaag voor de democratie op Sint Eustatius. Wat heb jij aan voorbereidingen moeten treffen om dit voor elkaar te krijgen? Nou, we zijn de eerste gemeente in Nederland, of openbaar lichaam zijn wij dan hier, hè, dus in Caribisch en Europees Nederland, waar verkiezingen worden gehouden. Tijdens COVID-19 tijden. Daar heeft de minister van Binnenlandse Zaken natuurlijk een brief over geschreven aan de Tweede Kamer en de staatssecretaris ook. Dus wij zijn eigenlijk al vanaf voor de zomer heel zorgvuldig bezig geweest met de voorbereiding van deze verkiezingen. Omdat het verkiezingen zijn onder exceptionele omstandigheden. Ja. En je wil het democratisch proces aan de ene kant laten doorgaan, het houden van vrije en eerlijke verkiezingen. En tegelijkertijd mag dat geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. We hebben hier nu net de 15e noodverordening, die heb ik vorige week getekend. Nou, daar staat bijvoorbeeld in, er mogen niet meer dan 15 mensen gezamenlijk bij elkaar zijn. Als je stemlokaal hebt, normaal hebben we hier één stemlokaal. We hebben 2 stemlokalen gedaan om het publiek te spreiden. Bij het ene stemlokaal maximaal 100, bij het andere 50. Maar die mogen natuurlijk niet bovenop elkaar staan. Dus we hebben heel strakke regels gemaakt voor vanaf de aankomst bij het stemlokaal tot en met het verlaten van het stemlokaal. 1,5 meter afstand houden, hygiënische maatregelen nemen, zowel bij binnenkomst als ook tijdens het stemmen en als je het stemlokaal verlaat. Dus ja, toch wel heel bijzonder moet ik zeggen. Ja. Had het ook effect op de campagnes die gevoerd zijn, de COVID-maatregelen? Ja, kijk, op de dag dat de 3 lijsten werden vastgesteld door mij, dat was 11 september. Juist in die week hadden wij een uitbraak van COVID. Alles op de schaal van dit eiland, maar wel ook heel serieus. Onder meer ook personeelsleden in het ziekenhuis. Dus toen heb ik een noodverordening uitgevaardigd in die week met een avondklok. Ja. En allemaal hele strakke beperkingen om natuurlijk de verdere
verspreiding van het virus tegen te gaan. In die omstandigheden hebben de politieke partijen dus zich geschikt en zijn campagne gaan voeren. Ik heb ze iedere dag samen met Alida Francis, mijn plaatsvervanger, bij elkaar geroepen via de WebEx op de Zoom. Om ze te informeren over de stand van zaken qua COVID. En zij gaven ons ook weer feedback. En ik heb ongelooflijk veel bewondering voor de politieke partijen, hoe goed ze, ondanks moeilijke omstandigheden, campagne hebben gevoerd op social media, Facebook, video's, radio. Ze kunnen wat dat betreft les komen geven in Nederland. Ja, goed. Goed. Hey, dat is vandaag een belangrijke stap, hè, met de verkiezingen. En dan wordt er straks een eilandsraad gevormd. Hoe kan je echt nog kort zeggen hoe het proces zich verder ontwikkelt? Wat zijn de volgende stappen? Ja, nou dus vanavond dan wordt de voorlopige uitslag bekendgemaakt. Vrijdag natuurlijk de definitieve uitslag. Dan 29 oktober wordt de eilandsraad geïnstalleerd. 5 leden. En dan gaan we gewoon een regulier schema in met de eilandsraad. Dus er is een presidiumvergadering, commissievergadering, eilandsraadvergadering één keer per maand. Er zijn nog geen gedeputeerden in fase 1. Dat wethouders heet hier gedeputeerden. Ja. En er is geen gezaghebber. Dus de regeringscommissaris vervult nog de rol van gedeputeerden. Dat is echt bestuurscollege, college van BMW. En ook de burgemeester, de gezaghebber. Vanaf fase 2, en fase 2 gaan we in wanneer aan een aantal criteria wordt voldaan die in de wet beschreven staan, dan gaan we gedeputeerden krijgen. Ja. En daarna, als dan weer aan een aantal criteria voldaan is, ook allemaal in de wet beschreven, dan komt de situatie dat er een gezaghebber komt. En dan zijn er geen regeringscommissarissen meer, geen regeringscommissarissen in plaats van regeringscommissarissen. Dus in fase 2 krijg je eilandraad gedeputeerden plus regeringscommissarissen. En in fase 3, ja, dan is het eilandsraad, gedeputeerde en dan uiteindelijk de gezaghebber. Ja, helder. En tot slot, hoe ziet vandaag de dag van de regeringscommissaris er verder uit? Ja, well, pretty relaxed. Het voorbereidend werk is gedaan. Ja, en overigens door een geweldig team. Het team van ambtenaren hier, met steun van BZK. We hebben ook steun van de VNG gehad in het hele opleidingsprogramma. We hebben 5 modules gehad in de voorbereiding naar deze verkiezingen. Nou, dat waren natuurlijk veel minder fysieke bijeenkomsten dan aanvankelijk gepland. Maar echt, zonder al die mensen was het natuurlijk nooit gelukt. Ik ga twee keer te kijken bij de stemlokalen, polshoogte nemen. Ik heb wat gesprekjes met de pers hier in de regio, dus belangstelling vanuit Curaçao. Ja. Sint Maarten, vanuit Bonaire. En uiteraard, vanavond is dan het spannende moment wanneer de voorlopige uitslag bekendgemaakt. En hoe doe je dat? Doe je dat online of hebben jullie wel iets van een bijeenkomst? Dat zal toch in het hoofdstembureau zijn. En dat wordt hier meteen op Facebook gezet. Facebook is het communicatiemiddel hier. Ja. En uiteraard zetten wij het dan natuurlijk ook op onze website. Nou, hartstikke goed. We gaan het volgen. Marnix, dankjewel. En een hele goede dag gewenst. Ja, dankjewel. We wensen Marnix van Rij en natuurlijk alle eilandbewoners op Sint Eustatius een hele goede verkiezingsdag toe.